Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga jullie vandaag meenemen met een pashokje shoplog. Ik ga namelijk vandaag alleen shoppen in Utrecht. Ik vind het stiekem gewoon heel erg lekker om af en toe een keertje alleen te shoppen. En dat is wat ik vandaag ga doen. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, vergeet je zeker niet te abonneren op de rode button hier beneden. En ja, laten we maar snel gaan shoppen. Ik heb nu de eerste outfit aan en ik vind deze trui echt super leuk. Het is dus een witte trui, is wel een beetje cropped. Deze broek is echt wel een beetje te strak en die is ook wat te laag eigenlijk. Ik moet eigenlijk even iets hoger aansluiten. Maar ik vind hem wel verrassend leuk, dus misschien dat ik deze nog even in een maat groter pak. Hij is dus legergroen en heeft hier van die zakken. Ik heb deze nu in de maat 42, dus ik ga straks even kijken of deze in de maat 44 er nog is. De trui vind ik wel heel erg leuk. Ik heb nu dit rokje aan en hier twijfel ik nog een beetje over. Hij is dus weer in diezelfde groene kleur en heeft van zo'n geript stofje. Maar hij is dus best wel kort, dus ik weet nog niet of ik deze ga doen. Ik heb nu deze trui aan en dit leek me wel heel erg leuk voor op een rokje of iets dergelijks. Ik vind hem op zich ook wel heel leuk. Hij heeft wel wat gaten hierin, dus je ziet wel wat van je huid erdoor. Dus het is wel echt met de gekleurde BH niet zo heel erg mooi. Maar ik twijfel een beetje vanwege de kraag. Ik vind de kraag niet super mooi of zo. Maar ik vind het wel heel leuk dat de mouwtjes opgerold zijn. Ja, deze was 13 euro. En ik twijfel nog wel een beetje of ik hem leuk vind of niet. Ik had deze trui ook nog gepakt. En deze vind ik ook wel heel erg leuk. Maar deze is echt super groot. Ik heb gewoon een M zoals je ziet. En ik heb normaal een M of een L. En dit is dus echt heel erg groot. Dus ik twijfel een beetje omdat die ook heel erg lang is. Moet je kijken hoe lang dit is. Het is bijna een jurk. Maar ik twijfel een beetje als ik dit in een rokje zou doen. Of het dan niet te veel gepropt wordt. En het niet lijkt alsof je super dik bent terwijl je dat niet bent. Maar ik vind dat deze een soort V-hals heeft wel heel leuk. Want dan zie je kettingjes ook nog heel erg leuk. Voor de rest is hij echt wel een beetje oversized zoals je ziet. Hier heb ik nog deze super leuke top aan van Mean Girls. Daar staat op Stop Trying to Make Fetch Happen. En deze ga ik sowieso doen. Deze vind ik echt heel top. Dit is het eerste blouseje wat ik aan heb. Dit is gewoon een wit basic blouseje. Hebben ze in super veel kleuren. Deze ga ik sowieso doen. Ik hou echt van wit. Dus deze ga ik echt gewoon meenemen. Dit is nu de tweede keer dat ik pas. En ik heb nu deze broek ook meegenomen in het groen. In het maat 44. Ja, deze zit echt niet goed. Hij zit veel te laag. Hier zit mijn navel. Nee, dit is echt geen broek voor mij. Ik heb nu een soort lederjoggingbroek aan. Ik vind hem alleen net iets te slobberig. Het is niet echt lekker om thuis in te zitten. En hij is ook niet echt netjes of zo voor school of werk of wat dan ook om aan te doen. Dus ik dacht op zich een leuk idee. Maar ja, het gaat er niet echt worden. Dit is eigenlijk veel leuker met die trui van net. Maar die heb ik niet mee de paskamer ingenomen. Ik zag dit bij Julia en ik vond het vet leuk. Maar ik vind het bij mezelf niet super leuk. En daarnaast is hij echt super kort aan de achterkant. Ja, dit gaat het niet worden. Dit is hetzelfde blouseje, maar dan met een ander patroontje. Ik heb hem per ongeluk in een andere maat gepakt, dus dit is sowieso niet de goede maat. Maar ik twijfel nog een heel klein beetje of ik het wel een leuk patroontje vind of niet. Hij is niet duur, hij is maar 13 euro. En weer hetzelfde blouseje in een andere kleur. Ik vind deze niet zo heel mooi bij mij staan. Blouseje is prima, wel veel te groot. Ik heb trouwens iedere keer mijn broek, maar hij is super groot. Ik ben inmiddels weer terug van de Primark. Het is trouwens ook de volgende dag, want het was gisteren gewoon net even iets te donker om te filmen. Maar ik wil nog even laten zien wat ik gekocht heb bij de Primark. Ik was bij de Primark in Utrecht en ik vond het echt een super mooie winkel. Echt best wel heel erg groot, echt ook heel netjes. Maar dat nette zou misschien komen omdat hij net nieuw was en ik in de ochtend was. Maar ik vond het echt wel een hele mooie winkel. Ik was alleen beneden en ik zag even bordje naast de roltrap staan van dames beneden en dames boven is alleen schoenen, accessoires en lingerie. Dus ik dacht oké, ik blijf lekker beneden en de rest komt later. Dus ik had eerst één keer gepast van alles van beneden en toen dacht ik wauw, dit valt me zo tegen van Primark. Het waren alleen maar cropped truien en that's it. Het was alleen maar truien en sportkleding. Dat ik dacht hiervoor ging ik niet per se naar de Primark. Toen ging ik uiteindelijk wel naar boven en toen zag ik in één keer, ik was echt verbaasd. Ik zag allemaal blousjes en allemaal leuke vestjes, jasjes, wat dan ook. Dat ik dacht, oké,
Dit stond niet op de bordjes, maar toen heb ik wel wat leuke dingetjes gescoord. Dus ik laat je nu graag zien wat ik heb gescoord. Ik heb uiteindelijk, hier heb ik het labeltje al van afgehaald, want deze heb ik gewoon direct gedragen. Dit zijn heerlijke pantoffels, die had ik gewoon nog nodig. En met een harde zool, zeg maar. Die kostte 5 euro. Dan kocht ik ook nog een blouseje. Ik kocht dus ook nog het witte blouseje. Die zit nu eigenlijk alweer in de was, want die heb ik vandaag overdag aangehad. Ik heb nu een lekkere warme trui aan. Die komt trouwens in een andere Passelke shoplog online. Maar ik kocht dat blouseje ook nog in deze kleur. Je zag dus die witte en ik kocht hem ook nog in deze. De andere kleur vond ik niet zo mooi, maar ze hadden dus heel veel kleuren. Deze heb ik uiteindelijk in de maat 38 en deze was 13 euro. Dan kocht ik ook nog dit Mean Girls shirt. Ja, je kon het wel beter zien in de Passelke shoplog. Dus dan moet je eventueel maar terugspoelen als je heel erg nieuwsgierig bent. Maar dit Mean Girls shirt met deze foto erop. En op de foto staat dus stop trying to make a fetch happen. Ik vind Mean Girls gewoon heel erg leuk. Dus die kon ik niet laten. Gewoon een shirtje voor lekker voor thuis. Ik kocht ook nog deze witte trui. Dit is die crop trui die ik heb gepast. Deze is zo ongelooflijk zacht. Ik zou echt dat jullie het willen voelen. Ik weet niet waarom er hier zo'n label aan zit van Primark 50 jaar. Primark bestaat dus 50 jaar. En er was ook in het begin een hele soort van Primark collectie. Allemaal kleding en zo. Het leek wel Primark merchandise. Allemaal kleding met het woord Primark en zo erop. Ik vond het heel bijzonder. Maar deze kocht ik in een maatje L. En deze was 13 euro. Deze is echt super mooi. En dan kocht ik ook nog wat andere dingetjes. Ik kocht eigenlijk om te proberen nog deze panties. Ik heb deze in een L, 15 lingerie. En dit zijn een shaping. Of nou ja, ze noemen het hier body shaper. Ik hou echt van shaping panties. Maar ze zijn meestal heel duur. Deze is 4 euro. Ja, ik weet niet of ik dat heel duur vind of niet. Ik vind die van Hema het fijnst. Maar die zijn 9 euro. Dus ja, dat vind ik soms echt gewoon veel geld. Dus ik ben een beetje op zoek naar een alternatief. Dus ik dacht, ik koop er eentje in plaats van direct heel veel. En ik kocht deze ook. Dit zijn gewone 30 denier soft touch panties. En ja, hier staat het houdt je warm wanneer het koud is en het houdt je koel wanneer het warm is. Hier zitten de 3 stuks in voor 4 euro. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik kocht mijn favoriete sokken. Dit zijn sneaker sokjes. Deze zijn echt de beste. Deze zakken niet van je enkels af. En je ziet ze ook niet als je sneakers aan hebt. Dus ik vind ze geweldig. En dit waren dus allemaal geshopte items. Zoals ik zei, komt er binnenkort nog een tweede Passelke shoplog online. Maar dan met alle ketens waar ik ben geweest. Wat ik net al noemde. Stradivarius, Bershka, Zara, etc. Dat soort winkels ben ik ook dus nog geweest. Dus daar komt ook nog een Passelke shoplog van online. Dus vergeet je daarom niet te abonneren op de rode button hier beneden. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Doeg!